iedereen. Vandaag ga ik lekker bakken in de keuken, want we gaan deze ontzettend schattige kerstcupcakes maken. Ze zien er hartstikke leuk uit. Er zijn kleine kerstboompjes op, dus helemaal in het kerstthema. En ze smaken ook onwijs lekker en het is helemaal niet moeilijk om te doen. Dus als je benieuwd bent hoe je deze leuke kerstboom kerstcupcakes maakt, kijk dan vooral even verder. Nou, allereerst begin ik met het maken van de cupcakes en daarvoor gebruik ik gewoon deze kant-en-klare mix van Dr. Oetker. Nou, het maken van de cupcake mix is heel makkelijk. Je doet allereerst de cupcake mix in de beslagkom. Daarom voeg je toe boter, 2 eieren en een klein beetje water. En dan is het gewoon mixen geblazen. Klop de mix net zo lang door totdat er een smeuïg en glad beslag ontstaat. En dit beslag verdeel je over de cupcake vormpjes. Dit schuif je in de oven ongeveer een kwartiertje bij 180 graden totdat ze mooi goudbruin zijn gebakken. Pak iets van een bord of een snijplank en leg daar eventjes wat bakpapier overheen. En zorg ervoor dat dit groot of ja, klein genoeg is, omdat het straks ook eventjes in de vriezer moet. Vervolgens pakken we wat van pretzelsticks. Kijk, die mogen best wel wat korter, dus die breek je door de helft. En die verdeel je over het papier. En dit wordt eigenlijk gewoon de boomstam van je kerstboompje. Leg in de tussentijd ook alvast je versiezels klaar en zorg ervoor dat de dekseltjes open zijn, zodat je er gewoon gemakkelijk bij kunt. Doe de candy melts in een magnetronbestendig kommetje en verwarm het heel kort in een magnetron, totdat alles gesmolten is en roer het daarna nog eventjes goed door, zodat de klontjes eruit zijn. Pak vervolgens een spuitzakje en doe de candy melt erin. En knip nu hier onderaan een heel klein puntje weg, zodat je een heel klein gaatje hebt waarmee we de kerstboompjes kunnen gaan maken. Nou, en als je boompjes klaar zijn, doe je het eventjes 10 minuten in de vriezer, zodat het hard kan worden. Nou, mama en ik hebben net deze cupcakes geproefd en ze zijn goedgekeurd. Dus we gaan nu door met de versiering. Als topping gebruik ik de zachte topping wit van Dr. Oetker, want dat creëert dan een klein beetje zo dat sneeuweffect. Wat ik doe is, ik knijp gewoon wat op de cupcake en met de achterkant van een lepeltje ja, besmeer ik zeg maar de rest van de cupcake ermee. Zo. En daarna gooi ik er nog wat, ja, wat leuke sprinkeltjes op. Gewoon voor even wat kleur. En dan ga ik door met de rest. Nou, in de tussentijd zijn onze kerstboompjes ook uit de vriezer gekomen. En omdat ze nu inmiddels hard zijn geworden, kan je ze heel gemakkelijk van het bakpapier afhalen. En zo zien ze er dan uit. Als we dan de cupcakes hebben versierd, hoef je ze eigenlijk alleen nog maar met het pretzelstokje in de cupcake te prikken. En dan is je kerstcupcake klaar. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe je deze ontzettend schattige en mooi gedetailleerde kerstcupcakes kunt maken. Het is niet moeilijk om te doen en ja, ik denk dat je er echt wel gewoon de blitz mee maakt voor je kerstvisite. Ik vind ze in ieder geval echt super leuk en schattig en ik kan je vertellen dat ze ook hartstikke lekker zijn. Ik zou het super leuk vinden als jullie me zouden volgen via social media, zodat je nog gewoon een beetje een kijkje achter de schermen hebt van Beautylab en in mijn leven. En je kunt me vinden onder gebruikersnaam @SerenaVerbon op Twitter, Instagram en Snapchat. Verder zou ik het ook heel erg op prijs stellen als je zou willen abonneren op mijn kanaal. Ik maak geregeld foodvideo's, nou niet heel vaak of zo, maar zo nu en dan. Dus als je dat leuk vindt om te kijken, abonneer je dan zeker op mijn kanaal Beautylab.nl. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer. Doei! Because it's